Ja, ik denk dat dit een heel vreemd gevoel is waarmee je aan de finish hier staat, hè? Ja, dat is spijker op zijn kop. Heel, heel dubbel gevoel natuurlijk. En we winnen vandaag de koers, maar het verlies is vele malen groter. En dat is bijzonder zuur voor de ploeg en voor Wout in de eerste plaats natuurlijk. Dat we op deze manier hem vandaag verliezen. Mag ik zeggen van de wet van Murphy begint wel een beetje erop te lijken? Ja, voor een heel groot deel wel. Hè. Maar wat ik al zeg, we winnen ook nog wedstrijden. En we rijden vandaag als ploeg een hele goede koers. Dus er zijn ook een hele goede positieve dingen. Maar dit is wel een scenario wat denk ik niemand had kunnen bedenken. Christophe Laporte, Thijs Benoot ook al eerder hard gevallen. Dylan van Baarle ziek. Vandaag Jan Tratnik weer weggevallen. Dan nu Wout van Aert. Ja, het blijft maar duren, hè? Ja, het blijft maar duren. Per Hagenes vergeet je nog. Hè, die met een neusbreuk in Noorwegen zit op dit moment. Maar gelukkig wel de goede kant op gaat. Het blijft maar duren inderdaad. Hè. En we weten, dat is eigenlijk al zoals in het normale leven ook. Maar in topsport zeker. In wielersport, als het tegen zit, dan zit het vaak goed tegen. Het is niet anders. En daar moeten we mee dealen. Dat is het teken van doorzetten. Als je kijkt wie er allemaal gevallen zijn, heel wat favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan komt natuurlijk ook de vraag naar voren, moet je 4 dagen voor de Ronde van Vlaanderen nog koersen? Ja, maar dat vind ik nu, als er vandaag niet gevallen was. En de winnaar volgens mij van de afgelopen Ronde van Vlaanderen, die kwam vaak ook op woensdag hier nog in actie. Ja, dat is achteraf allemaal een makkelijk conclusie trekken. Maar daar laten we ons niet door leiden. Ik denk dat inherent aan de koers is. En op welk moment dat dan gebeurt. Maar verder vind ik daar vind ik niet dat het een probleem is om gekoerst te hebben vandaag richting Ronde van Vlaanderen. Jullie selectie is breed genoeg, maar Wout van Aert eventueel vervangen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, dat is wel een hele moeilijke taak, hè? Ja, Wout is natuurlijk niet te vervangen, maar vandaag bewijst dat we voldoende goede renners hebben om nog altijd grote wedstrijden te kunnen winnen. Dus laten we ons daaraan vasthouden en een goed plan op maken. Dus de kopjes moeten nog omhoog gekregen worden? Nou ja, dit is natuurlijk wel een flinke tegenslag. En dan moeten we natuurlijk met z'n allen verwerken en van daaruit de schade opmaken en plannen bijstellen en door.